Dit is Rutger Boas, getrouwd geweest, 2 zoons. Dit is Ian van der Meer, gescheiden, 2 dochters. En dit is wat er daarna gebeurde. Kindje, wat zie je er beeldschoon uit? Niet dat ik jaloers ben, hoor. Maar wie ga je interviewen? Vuile schoft. Ik stoor toch niemand, hè, als ik wat zeg? Zijn jullie stil vandaag? Nog een beetje onder de indruk van gisteravond? Of valt de wijn een beetje zwaar? 175 gulden per fles. De beste wijn die ik had. Eerst de hele dag ruzie maken. Dan mijn beste wijn opzuipen. En daarna in elkaar kruipen. En? Wanneer gaan jullie trouwen? Ik geloof wel dat we dan toestemming moeten geven. Hè, liefje? Ook al zijn ze al 15 en 17. En dan moeten jullie geloof ik ook nog toestemming hebben van de koningin. Dan worden we schoonouders van elkaar. Ruud! Ah. Ik dacht al dat ik helemaal in mijn eentje de boel moest vermaken. Maar nee, mijn dierbare levensgezellin doet nu ook een duit in het zakje. En spreekt de onsterfelijke woorden. Rut. Van Rutger. Je weet wel, Rutger. Die lul van een vader. Die het vreemd vindt dat hij zijn 17-jarige zoon met zijn 15-jarige stiefdochter in één bed aantreft. Na het nuttigen van 2 flessen Chateaubriand 79. Nou, dat vind je het allereerst, geloof ik. Ha, hé, kijk. Mijn zoon werpt zich nu ook in de strijd. Ik was al bang dat je tong was verloren. Kun je misschien vertellen wat er tussen jou en Sanne aan de hand is? Niks. Oh. Kruipt stomdronken bij zijn stiefzusje in bed. En dan noemt hij dat niks. Je wilde toch dat we wat aardig tegen elkaar deden? Nou, dat hebben we gedaan. Ik ben zijn stiefzusje niet. Ah, kijk, kijk. Mijn stiefdochtertje Annex aanstaande schoondochter werpt zich ook in de strijd. Rut! Ja, nee, ik hou mijn mond wel. Het is allemaal volkomen normaal, hè, hier in dit huis. Eerst ben je bang dat ze elkaar doodslaan. En de volgende dag ben je doodsbang dat ze een kind maken. Man, er is helemaal niks! Aan de hand! Waarom lagen jullie dan lepeltje, lepeltje? Speel de bestekje in de bestekbak, nou goed? Nee, schiet op nou, we moeten weg! Gaan jullie heen? Naar een persconferentie van Don Johnson. Wat? Is hij in Nederland? Ja, voor de première van zijn nieuwe film. Oké, ik ga mee. Sanne, geen sprake van, jij gaat naar school. Ja, maar jezus, Don Johnson, dat kan ik toch niet missen? Zeg, weet je niet zo op over die kerel? Niet meteen jaloers worden, hè? Dat is het einde van je huwelijk. Wie is die Tom Johnson? Wat? Weet jij niet wie Don Johnson is? Man, dat is de grootste spetter van het westelijke halfrond. Oh god, ik krijg gewoon pijn in mijn buik als ik me realiseer dat hij hier in Nederland is. Sanne, stel je niet zo aan, ga zitten en schreeuw niet zo. En dan ga jij naartoe? Dan ziet er daarom zo mooi uit. Hm? Ja, maar je bent toch niet jaloers? Ik? Jaloers? Natuurlijk niet. Er bestaat toch geen leukere en aantrekkelijkere man dan ik? Nou. Nee, schiet op nou, we moeten weg. Ja, ja. Oh, Danny, here I come. Pa, mag ik je auto lenen? Geen sprake van. Je hebt hem helemaal niet nodig. Wie zegt dat? Je secretaresse, je moet de hele dag vergaderen. Vertel jij me eerst maar eens wat je vannacht bij mij op de kamer deed. Poedelnaakt. Ik zocht mijn toiletspullen. Ja, ja. Zeker je rubberwaren. Zeg, jij denkt toch niet dat ik iets wil met deze hortensia? Dat zou je eens moeten proberen, jongen. Mij verbaast helemaal niets meer in dit huis. Hoezo? Niks! Wat is hier aan de hand? Niks! Man. Kom, we moeten weg. Ja, en misschien kom ik nooit meer terug. Blijf lekker bij Doenie wonen. Au. Dag, lieve schat. Nou, vanavond gaan we uit eten, hè? Niet vergeten, hè? Nee, natuurlijk vergeet ik dat niet. Kom. Dag! Dag, Donnie. Maar kom. Arme Donnie. Nou, pa, kom op. Leen me je auto. Nee. Pa, ik breng je naar je werk en ik kom je vanmiddag weer halen. Nee. Pa, het is hartstikke handig, want dan kan je nog wat werken achterin. Nee. Pa, geef die sleutels nou maar, want je geeft toch toe. Geen sprake van.
Dat vind ik nou nog eens tof van je pa. Ben ik toch een lul? Ik heb geen ruggengraat. Ik heb geen karakter. En daarom houden we ook zo van je pa. Kom op, opschieten. Anders komen we te laat. Jullie gaan naar school, hè? Ja. En je blijft met je fikken van mijn wijn af. Ha, dag. En laat ik jullie niet nog een keer met elkaar in bed aantreffen. Pa. Hoe voel jij je? Brak. Ik ook. Goed naar school, hè? Ja. Ze komen te laat, hè? Ja. Moest dan maar eens gaan, hè? Ja. Zo, nou, drink dit maar eens op, hè? Kun je een stuk beter van voelen. Giel? Wat is er eigenlijk precies gebeurd gisteravond? Hoezo? Daar was je toch zo erbij? Jawel, maar ik kan me niet meer zo goed herinneren. Dus. Je was een beetje dronken, hè? Hebben wij het gedaan of niet? Weet je dat dan niet meer? Nou, dan was je wel heel erg dronken, zeg. Weet je het echt niet meer? God, zonde. Het was juist zo leuk. Wat? Hebben we het gedaan? Nou, laten we maar zeggen dat we het gedaan hebben. En hebben we dat gehad. En dan kunnen we het gewoon meteen weer doen. Hebben wij het nou gedaan of hebben we het nou niet gedaan? Je vertelt me nu de waarheid of ik bel gelijk de politie. Waarom wil jij naar de politie bellen? Nou, als wij het hebben gedaan zonder dat ik dat weet, dan heb jij mij dus verkracht. En dan begeef ik jou aan bij de politie. Oh, vuile verraad. Wat doe je? Ik bel de politie. Ja, hallo meneer. Mag ik misschien de zedenpolitie van u? Sanne, doe niet zo belachelijk. Ja, ik wou graag een geval van verkrachting aangeven. Sanne, hou op. Ja, mijn naam is... Sanne, hou op. Sanne. Sanne? Oké, we hebben het niet gedaan. Oh. Oh, meneer. Het hoeft dan niet meer. Voor zover ik weet. Hoe bedoel je? Nou ja, kijk, we kunnen het natuurlijk gedaan hebben zonder dat we het allebei weten, hè? Ik bedoel, ik was ook nogal aangeschoten, dus 100% zeker zijn we nooit. En er is maar één manier om erachter te komen. Oh ja? Ja. Hoe dan? Door het nu meteen te doen. Dan merken we het vanzelf. Ah. €75, piek. Ik had het kunnen weten. Nou, dat gaat van zijn maandgeld af. Als hij dat maar weet. Ik wist het. Hier zal hij van boeten. Ben jij zo aan het schelden, schatje? Waar is Ron? Dat weet ik niet. Als ik hem in mijn handen krijg. Jezus, dat ziet er lekker uit. Wat is er dan met mijn lieverd? Voorzichtig. Voorzichtig, dat kan niet goed zijn. Het is niet gezond. Wat is niet gezond? De overgang van woede naar een smeltend pakje boter, dat kan niet goed gaan. Oh, ik heb het toch zo ontzettend kwaad gemaakt. Ron is je niet komen halen. Nee. Dat had ik je wel meteen kunnen vertellen. Met een uur heb ik zitten wachten. Niks. Ik heb een taxi moeten nemen. Dat ruikt je lekker. Nee, zo kan ik helemaal niet kwaad blijven. Zullen we even? Nee. Als je geen zin hebt, is het niet erg, hoor. Dan ga je gewoon even liggen. En dan denk je aan koningin, aan vaderland. Nou, ik heb misschien nog iets waar je een beetje kwaad om zou kunnen worden. Ja, mij krijg je niet meer kwaad. En nog iets. Dat lukt je niet meer. Mij krijg je niet meer kwaad. Nou, laat ik dan bij het eerste beginnen. Een vriendje van Giel belde op om te vragen waarom hij niet op school is geweest. En daarna heb ik een vriendinnetje van Sanne gebeld. Wel, godver... Sanne! Oh. Ja? Wat? Ik was ziek? Auw! Dan word je niet meer gespijbeld zonder dat ik het weet. Ja, dat kan toch niet? Spijbelen is spijbelen en dat doen wij met een definitie stiekem. Au. Dat hebben we gehoord. Maar wat zit je nou toch te zeiken? Vroeger konden jij me geen zak schelen of ik spijbelde of niet? Ja, de situatie is nou wel wat anders. Oh ja, hoezo? Van dit gespijbel komt gezinsuitbreiding. En daar heb ik op het ogenblik helemaal geen behoefte aan. Joris in Rijn.
We buurten even bij het echtpaar dat op de eerste etage is komen wonen. Houd je mond tegenover mij eens. Waarom? Omdat als er iets te vertellen valt, ik het zelf wel vertel. Er valt toch niks te vertellen? Wat zie je nou weer aan de hand? Niks. Wat een walgelijke seksist is dat. Wie nou weer? Don Johnson. Ah! Ik sta met een paar meisjes op hem te wachten. Hij komt naar me toe. Wat? Weet je wat hij zegt? Do you want to fuck me? Wat? En wat zou jij doen? Nee, natuurlijk. Mam, ben je maar gek geworden? Ik had het meteen gedaan. Oh ja? Ja, natuurlijk. Zo'n kans krijg je het gewoon nooit meer. O jee, ik moet opschieten. Waar ga jij heen? Ja, dat was het tweede wat ik je wilde vertellen. Dat zal je niet zo leuk vinden, maar ik ga vanavond naar de première van de nieuwe film van Don Johnson. Ah! Hé? En we hadden een afspraak. Ja, maar ik kreeg een kaartje en de toezegging van zijn agent om daarna een interview met hem te houden. Wat? Met wie? Met dat perverse kereltje? Oh god, ik val flauw. Nou, dan zou ik maar een ijzeren onderbroek aantrekken vanavond. Wat voor interview? Gewoon een diepte-interview. Een diepte-interview? Hoe diep? Waarom wil je wel met Don Johnson naar bed en niet met mij? Als je er nou nog één keer over begint waar die anderen bij zijn. Ze weten het toch al. Ja, dat is al erg genoeg. Ik wil niet dat meisje rond er ook nog eens achter komen. Waarom niet? Omdat ze er niks mee te maken hebben. Schaam jij je soms voor mij? Nou, soms niet. Waarom wil je wel met Don Johnson naar bed en niet met mij? Lieverd. Met jou kan ik het toch altijd nog doen, hè? God, vrouwen, ik begrijp er niks van. Jezus, doe niet zo ontzettend stupide met dat soort kutopmerkingen, hè? Want dan hoef ik jou helemaal niet meer. Nee, kun je meteen naar die Don Johnson van je, hè? Nou, als dat zou kunnen. Zou je dat echt willen? Natuurlijk. Nee, je kent hem niet eens. Ik heb hem toch gezien? Ja, op de film, ja. Je weet helemaal niet wat voor een rot karakter die in het echt heeft. Of juist een heel goed karakter. Wat heeft Don Johnson wat ik niet heb? Alles, Giel, alles. Zouden jullie wat zachter ruzie willen maken? Ik heb morgen een proefwerk Duits. Wat hebben jullie? Niks. Jullie lijken wel een ruzie in het echtpaar. Goh, kom je daar nou bij? Ik waarschuw je, hè? Wat is er met jullie? Tja, dat mag ik niet vertellen, hè? Omdat dat ze zich er waarschijnlijk voor schaamt. Ja, ik ben geen Don Johnson, hè? Nee, en dat zal je nooit worden ook. Wat is hier aan de hand? Zeg het nou maar, want ik kom er toch wel achter. Oké. Nee. Laten we even naar jouw kamer gaan. Oh, ik mag er niet bij zijn? Wat is er dan? Moet je iets vertellen? Iets over Don Johnson. Ja, dat dacht ik al, hè? Ik hoef maar over Don Johnson beginnen. Is dat alles? Ja, nou ja, zo'n beetje wel, ja, maar... Dat valt toch hartstikke mee? Kom maar binnen, hoor, Giel. Nee! En heeft ze het verteld? Ja. Nee, ik... En wat vind je ervan? Nee, een beetje achter mijn zusje aan zitten, hè? Vieze Rick. Nou, moet je eens kijken hoe ze achter mij aan zit. Wat? Nee, ik was nog niet helemaal klaar. Oh? Maar wat heb je er dan verteld? Wacht nou even, man. Je hebt het er niet verteld, hè? Wat? Dat wij een verhouding hebben. Wat? Hebben jullie een verhouding? Is dat waar? Ja, maar wat heb je er dan verteld? Ik had niet deze tijd om iets te vertellen, man. Lul! Hebben jullie een verhouding? Maar wat heb je dan tegen haar gezegd? Ik had niet eens de tijd om iets te zeggen, want dan zat je er alweer tussen met je grote bek. Wat heeft ze tegen je gezegd? Dat jij verliefd op haar bent, maar dat jullie een verhouding hebben. Dat... Wat? Nou, ik was nog niet helemaal klaar. Je hebt toch alleen verteld dat ik verliefd op jou ben? Heb je haar niet verteld dat jij ook verliefd op mij bent? Ik? Ja. Dat heb je mezelf verteld. Jij verliefd op hem. Ja, nou, het is dan nou wel over, hoor. Jezus, man, je moet toch altijd alles verraden, hè? En waarom met dat gelach? Nou, denk maar niet dat ik iemand wil die niet durft te zeggen dat ze verliefd op me is. Nou, ik hoef jou ook niet meer. Oh, nee? Nee. Want het is uit. Wat? Oké, okay, dan is het uit. Oké. Okay. Oké. Okay. Ga maar lekker naar die Don Johnson van je. Ja, en dat zal ik doen ook. Ik ga vanavond naar de artiestenuitgang. En zodra hij me vraagt, do you want to fuck me? Dan zeg ik yes, yes, yes. Autosleutels. Ah, pa, heb je even wat cash? Autosleutels. Pa, ik heb even wat cash nodig. Autosleutels.
Waarom ben je me niet komen halen? Pa, luister nou even. Waarom ben je me niet komen halen? Pa, er staat buiten een taxi te wachten en ik heb geen cash. Kan me niks schelen. Voor mij staat die taxi de hele nacht te wachten. Hoezo ben je bij de taxi? Dat is een heel verhaal. Sorry dat ik even stoor, maar ik zou graag willen vangen. Het is mijn laatste ritje en vader wil naar huis. Waar is mijn auto? Ik zou het niet weten, meneer. Mijn wagen staat buiten. Waar is mijn auto? Wat is hier nou weer aan de hand? Ik ging alleen maar even bij dat meisje langs en ik wist niet dat het zo lang zou duren. Ik moest even iets afgeven. Ja, als het zo vaak doet als jij, dan kan het natuurlijk wel even duren, hè, voordat je klaarkomt. Dit was helemaal geen vriendin van me. Wat maakt jou dat nou uit? Waar is mijn auto? Weggesleept. Weggesleept? Ja. Ik had hem eventjes dubbel geparkeerd. Echt heel eventjes maar. Ja, ja. En waar is mijn auto dan nu? Nog bij de politie in Amsterdam. Ik had geen geld bij me en toen heb ik een taxi genomen. En toen vertelde hij mij pas halverwege dat hij geen geld bij zich had. Meneer, mijn jongste stiefdochter heeft een verhouding met mijn jongste zoon. Wat? Mijn vrouw heeft een diepte-interview met Tom Johnson. En mijn zoon heeft mijn auto laten staan bij de politie in Amsterdam. Zodat ik geen vervoer heb. Hoop tegenslagen op één dag, meneer. Ik heb nog een tegenvallertje. Ik moet 125 piek betalen. Wat? Dat gaat van je maandgeld af. Je zult je even boeten. Je betaalt alles zelf. Giel en Sanne samen? Ja, nee, dat kan je niet menen. Waarom ben ik toch zo'n lul? Ach ja, meneer, sommige mensen worden zo geboren. En met die Don Johnson zou ik maar oppassen. Als ik die in mijn wagen had, zou ik een zeiltje neerleggen op de achterbank. Goedenavond. Giel en Sanne samen, hebben die iets? Nee, dat is niet waar. Het is ook niet waar, want het is alweer uit. Hoe lang duurt zo'n filmpremière? Ik kan mij het schelen. En dan moet ze ook nog zo'n diepte-interview. Ben jij jaloers? Nee. Nee? Nooit? Nee, tuurlijk niet. Waarom zou ik jaloers zijn? Ik hou toch van haar. Ik vertrouw haar. Hoezo? Stel dat Inter jou zou zeggen dat ze wel eens met Don Johnson naar bed zou willen. Hoe zou je dat dan vinden? Nou ja, zolang ze het alleen maar zou zeggen, is het misschien nog te verdragen. Ja, maar dat kan toch niet? Als ze zoiets zegt, dan houdt ze toch niet van je? Nou ja... Nee. Hier, stel je nou voor dat hij nu met Don Johnson zou liggen te flempen. Zou je dat goed vinden? Ja, zolang ze alleen maar liggen te flempen. Hé. Hey, zeg, hou je op. Sanne staat al op te wachten bij de uitgang. En als die haar uit de rij pikt, dan wil ze met hem mee. Nee, dat kan niet. Want Ian heeft eerst een diepte-interview met hem. Oh ja. Nou, dan hoop ik dat ze hem flink uitput en alle standjes met hem doorneemt. Dan blijft hij tenminste met zijn fikken van Sanne af. Zeg, hou je op. En heb je hem nog gezien? Wie? Wie? Don Johnson natuurlijk. Ja. En heeft hij je nog gevraagd? Nee, anders was ik hier nu niet. Nee, hij reed voorbij in de limousine. En naast hem zat Iem. Is er iets? Ik wil even met je praten. Er valt niks meer te praten. Het is uit. Ja, dat weet ik ook wel. Nou dan. Ook zou ik niet anders willen. Nou, prima. Prima. Dus het is uit? Ja. En mag ik ook vragen waarom? Omdat ik geen zin heb in zo'n bezitterig type. Nou, ik heb geen zin in zo'n hoerig type. Wat? Noem je mij een hoer? Oké, dit is oorlog. Oké, oorlog. Dag, mijn allerliefste. Ja, mooie bos bloemen. Heb je zeker van Tom Johnson gekregen? Hm? Ja. Was gezellig? Heel gezellig. Heeft hij nog aan je gezeten? Wie?
Nou, enge ding. Oh, Don. Oh, je noemt hem nou ook al Tom. Ja, hij heeft aan me gezeten. Je bent toch niet jaloers? Nee. Ja. En waar heeft hij dan aan gezeten? Mijn hand. Je hand? Hij heeft mijn hand gegeven. Hé, dat bedoel ik toch helemaal niet. En die klote pubers weer. Ze hebben ruzie. Het is uit. En, heb je nog een leuk gesprek gehad? Ja, heel onderhoudend. Oh. Ging het diep? Nou. Heeft u nog iets gevraagd? Zoals wat? Nou, of die met je naar bed mocht, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat was het eerste wat hij vroeg. Hij zei, hi, my name is Don. Do you wanna fuck me? Met die man ben jij in één auto blijven zitten. Die smeerlap. Een potentiële verkrachter. Die seksmaniak. Godverdamme. De vrouw van een ander. De moeder van een huisgezin. Hoe durft hij zoiets te vragen? Schatje, mag ik je eraan herinneren dat toen wij voor het eerst met elkaar naar bed gingen, ik ook de moeder van een huisgezin was? Ja, dat is iets heel anders. Zoiets vraag je toch niet? Ik vond het nogal direct. Oh. En wat heb je geantwoord? Ik zei, hi, my name is Ian. No, I don't want to fuck you. En toen zei hij, oké, then not. Niet doen, idioot, staat stroom op! Kan me niks schelen. Kan het een beetje rustig zijn in dit huis? Jezus, man. Ik had al dood kunnen zijn, dat is allemaal jouw schuld! Nou, ik heb je notabene gered, idioot. Zijn jullie helemaal besodemieterd? Nou is het afgelopen. Iedereen gaat naar bed en Sanne, jij gaat naar je kamer. Je wou toch zo graag dat we elkaar niet meer zagen, hè? Je vond het toch allemaal zo belachelijk? Nou, dan heb je nu je zin. Ik wou dat het maar weer aan was. Is er iets? Nee, niks. Schatje, ik zou je toch nooit bedriegen met een ander? Je bent de enige. Do you want to fuck me? Yes, I'd love to fuck you. Oh, Don. Kan niet slapen. Moet er de hele tijd aan denken dat ik wel dood had kunnen zijn. Ja. Jij hebt mij gered. Ja. Waarom is het eigenlijk uit? Dat weet ik niet. Dat zei jij. Mag ik even bij je komen liggen? Maar alleen maar liggen, hè? Verder niet. Nee. Was je echt jaloers? Wel, nee. Dat speelde ik maar. Oh. Ik zou niet eens met Don Johnson willen. Nee? Nee. Nee, doe mij maar Kevin Costner.